Ik zit nu nog even in de auto. Zullen we kijken wat we hier hebben? Nee, nee. Voorraadkast hier even alles indelen. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 14 januari 2023 en ja, het is 2:30, ja. Ik kom net lekker mijn nest uitrollen, lekker. Had ik ook wel even lekker nodig. Maar zometeen moet ik even tanken. Ik ga zo eerst even in deze bagger weer. Rondjes uitlaten. Het is echt gewoon bagger weer. Het is echt gewoon vies weer, jongens. Echt bah. Echt. Het ziet er niet uit. Maar oké. Ik ga dus zo eerst rondjes uitlaten. Dan ga ik auto tanken. Want morgen moet ik helemaal naar Born toe. Ja, moet ik helemaal naar Born toe. Hé, hé, hé. Helemaal naar Born toe rijden. Dus ja. Dus dat is ook wel belangrijk om dat te doen. Ja, yeah. Ik ben nu ready. Ik ga mijn jas aan doen. En ik ga lekker met de hondjes lopen. Ja, ik zit nu nog even in de auto. Want ik dacht ik ga eventjes checken hoe mijn nieuwe schoktempers aan de voorkant zijn. Dus ik had iets, dan ga ik even over de snelweg. Maar wat is het? Rondom de Westfield Mall of the Netherlands druk. Het is geen doorkomen aan. Dus ik heb het al tegen Ro gezegd. Dus eens even kijken hoe hij wilt gaan rijden of dat hij achter mij aan gaat draaien zometeen. Want dan ga ik via Leiden Voorschoten. Ga ik via die kant, maar het is druk. En ik moet nog tanken. Ook dat nog tanken. Ja. Dus ja, dus allemaal dat voor gedoe, gezeik. Nou ja, gedoe en gezeik is het nooit. Maar het moet wel even gedaan worden vanzelf. Ja, yeah. En want de auto doet het niet voor mij. Nee. Maar ik heb het koud, ik ben moe, nog steeds. En het regent, het is gewoon kak weer. Ja, ja. Oh man, het is gewoon vies weer. Ik zal even weer mijn motor starten, dan kan die eventjes... Ja, weet ik wel, I know. Even mijn raam even schoonmaken. Dus nee, ik sta bij Ro zijn werk en het gaat hier een beetje beslaan. Dus ik ga even alles even aanzetten, zodat het weer even niet meer beslagen is. Dus. Ik heb eerst even Ro opgehaald. Ja. Gewoon weer met twee auto's. Ja, handig. Zometeen nog tanken. Dat moet ook nog gebeuren. Dus inmiddels nu 3:30. Maar, helemaal leuk. Helemaal top. Ja. En we gaan even kijken wat we hier weer allemaal hebben. Ook een hele leuke. Ze hebben nog niet genoeg besteld. Nee. Dankjewel. Zo. Even kijken wat we hier hebben. Geen idee. Geen idee. Helemaal niks. Voor mij niet. Nee. Heel erg kalig. Niet meer voor mij. Nee. Ik zit dus nog in de auto. Zoals jullie kunnen zien. Vertrouwde omgeving ook weer, deels denk ik voor jullie. Ja. Maar, ik ben afgelopen donderdag en bij de praktijkondersteuner geweest. En van niet volgende week, dus maar dan die week. Dan moet ik weer. Dat is ook gewoon komt nu op een donderdag, dat is dan de 26e, moet ik bij weer naar haar toe. En ik ga even hier wachten, want ik weet niet of deze persoon over wil steken. Niet, wel, niet, nee, niet. Nee, oké, top. Maar ik heb dus een opdracht.
En daar zie ik nu al heel erg tegenop om dat nu te gaan doen. Maar ik ga het wel doen. Hoe moeilijk dit ook, ik het nu ook heel erg vind, want het huilen staat me nu nader dan het lachen. Dat kan ik je nu al zeggen. Echt. Maar ik ga het wel doen. Om zo weer de straat in te rijden. Dit is heel lang geleden voor mij. Heel lang geleden. Ik wil het eigenlijk helemaal niet. Dit. Maar dit moet ik doen. Dit moet ik doen. En ik doe het ook. Hoe kut ik dit ook vind. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk nu. Om zo de straat in te gaan rijden. Maar doe het wel, weet je. Ook vind ik het heel kut. Oeh, ik vind dit zo kut, hè. Om gewoon zo de straat in te gaan rijden. Echt. Ik weet niet hoe en hoe ik dat moet gaan beschrijven, dit. Ik wil niet aan de overkant staan, zeg maar. Nog niet. Maar ik heb al wel gewoon weer via de normale kant in. En gereden. En wat je dan gelijk ziet, dat is het huis van mijn buurvrouw. En daar heb ik het zoveel moeite mee. Oeh. Maar ik wou het gewoon jullie laten zien hoeveel moeite ik ermee heb. Want dit hoort er gewoon bij, weet je, bij en bij het verlies. En dat is gewoon uitermate teleurstellend. Dus ja. Ik heb het wel gedaan, maar nog naar haar woning te kijken, nee, dat trek ik nog niet. En ook zelfs vanaf die kant de straat in te komen, dat is wel heel moeilijk voor mij. Daarom rijd ik altijd maar om dit niet te hoeven te zien, zeg maar. Want dat klopt gewoon nog niet in mijn hoofd. Het klopt gewoon niet. Dus ja. Dat is dus dat. Ja, het is even niet anders. Nee. Nou, dit was net even anders. Maar we gaan even deze hele voorraadkast hier even anders indelen. Want, waarom? Je wordt er onrustig van. Heel erg onrustig, ja. Dus we gaan het nu verrustigen, zoals je dat plat te noemen. Hoe? Wat? Verrustigen. Geen idee wat het is, maar het nee, zal. Nee, jij. Ja, dat zeg ik. Dat zei jij, ja, inderdaad. Ja, dat zei jij. Ja. Nou ja, prima. Dus, we nemen jullie gewoon weer gezellig mee. Zoals altijd hoop ik dat ik dit kan doen. Ja, kijk eens mooi. Kijk eens fijn. Dat is jouw Choco. Kijk, deze. Ja, als die. De speculoos. Oh, speculoos. Sorry. Die is niet van mij. Stroopwafel, die en heeft iemand anders lekker op gekraamd. Ik weet niet of die nog goed is of wat dan ook. Even. Er zitten stroopwafels in. Gewoon even alles even checken of nog alles. Bijna leeg. Leeg is, ja hoor, voor mij. Pindakezen. Ja. Alles wat open is, dat moet zo meteen gewoon wel. Kijk, is zo open, die moet weer terug zo. Nee, schat, niet. Please. Nee? Even alles wel gewoon. Ja, daar naartoe, daar naartoe. Je kunt ook sambal met ketchup en pindakaas doen. Dat is ook lekker. Weet
Weet je wat ik al wel heel lang niet meer heb gehad? Maar. Nee, luister, van die grote maaltijdcrackers. Ja. Die hele grote, ja. met dat zoetig, ja, een beetje zout erop. Spaanse, ja, precies. En daar pindakaas en dan een beetje sambal op. Sambal op de pindakaas? Deze kan weg, schat. Nee, kijk, ja, deze kan weg. Maar. Dit is van dinsdag nog. Nee, schat. Ja, dinsdag. Nee. Oh, even zo. Potje. Huppatee. Huppatee. Kun je dat dan gewoon weer bewaren? Huppatee. Even die rommel eraf. Nee, ik moet eventjes een doekje hebben. Want ik moet ook even. Schat, alsjeblieft, wil je dat niet iedere keer de doekoe? Gewoon, ik zeg alleen een doekje. Dus alsjeblieft. En ik moet ook eventjes gaan opvouwen. Ik moet eventjes. Even kijken, zo. Ik moet even warm water hebben. En dan moet ik even kijken voor... Ja, ik pak deze wel eventjes. Ja, schoonmaken. Zet deze in de koel. Zet die open geweest. Zo, zo, mooi. Alsjeblieft. Dat is om te smelten. Ja, zeker om te smelten. Daar zit beschuit in. Lekker, beschuitjes. Zo, het goede morgen. Deze wil ik ook nog eens een keertje maken, dus een keer. En dat is met vis. Ja, maar ik kan het altijd nog een keertje op een heel andere manier gaan maken. Ja. Een plankje eruit? Wacht even. Nee, ik wacht. Ik weet niet of die eruit kan. Ik denk het wel. Oké, check. Nee, gewoon. Nee. Ja, nee. Even. Nee. Even kan. Ja. Rustig niet door. Nee, nee. Nee? Oh nee. Nee. Ja, nee, dat is gewoon nee. Helemaal. Nou, wat zit hier eigenlijk in? Kweker. Dat is één, die gaat weer terug. Beschuitjes. Yes. Die zijn nog goed. De recept. Nee, ik wil eerst. Nee. Eerst. Die. Okay. Kijk, deze kan dan wel weer hier achter, zeg maar. Ja, kijk, dan heb ik het zo. Maakt die net eens. Smelten. Yes. Wat is dit voor iets? Lijnzaad. Voor de mensen die aan de lijn zijn.
Zo. Grote pot met sambal. Ja, die en die nog niet. Het, schat, we zijn met soepbeleg bezig. Okay. Wat ik... Nee, even wachten. Ja. Die even daar naartoe. Ja. Wat ik nu wil. Luister, kijk, deze zit dus nog dicht. Ja. Ja, mooi. Die gaat daar naartoe. Deze moet even hier naartoe, want die stond hier. Deze klaar. Ook dicht. Juist. Kijk, gelijk. Dat is dus ook even voor jou om te... Weet ik niet. Moet je kijken. Even kijken of die inderdaad al nog dicht is of niet. Mooi. Ik voel weer eerst dan. Kijk, dat is fijn. En dan kan ik hier dus... Eerst dus de dingen die nog dicht zijn, achterin. Dat is dus achterin. Spullen die nog dicht zijn, achterin. En dingen die open zijn. Die is open. Mooi. Die en die straks aan mij geven. Niet nu nog. Die is open. Dat zie je ook aan de... Dit is ook al een klein beetje gebruikt. Ja, maar deze, kijk hier. Deze is ook al gewoon open. Dus dat is inderdaad voorkant. Deze is dicht. Deze is open. Deze is dicht. Deze is ook open. Honinggember. Die is ook nog dicht. Die is eruit. Deze is nog dicht. Ja, maar dat is gewoon eten. Dus... Ja, dat is allemaal eten. Nee, maar schat, dit is ontbijt en alles. Dus dat is avondeten, zeg maar. Dus ja, daar moet je op letten. Dit is... Dat is waar ik dus altijd op let. Kijk, en dit is nog de hagelslag. Die is ook open. Ja, maar... Deze weg. Kijk, net zoals deze zakje. Kan er ook in. Ja, dat kan, hè. Nog zakjes, leuk. Kijk, dat scheelt inderdaad. Zo, wat, even kijken. Wat is allemaal open? Dit is allemaal open? Ja, allemaal open. Allemaal pindakaas. Mooi. Even zo. Ja, witte pasta. Ja, oké. Okay. Witte chocolade. Maar is dit nog goed? Heb je ook even aan de binnenkant en gekeken? Dat is ook... Beetje olie. Ja, maar kijken. Beetje olie. Ja, dat is wel heel erg. Ja, oké. Okay. Misschien even doorroeren weer even. Graag. Gewoon even gelijk even de potjes even schoonmaken. Was zo handig om potten schoon te maken. Even gelijk voordat ze in de kast ingaan. Niet de bloempotten, maar de... Bloempotten hoor. Ja. Niet de bloempotten. Nee, oh, niet zo handig. Dat even daar naartoe. Oké, dat is. Ja, dat is. Even kijken, gaat dat wat ik wil? Waarschijnlijk. Zo. Doe ik het gewoon zo. Doe die daar. Ja, oké, check. Ja, check. Dit is allemaal open. Dat is mooi. Ergens waar ik me tegen kan, is het gewoon dat je het op die manier zo neerknalt. Weet je, sorry. Dat is niet mijn gang van zaken om iets... Ook even weer lekker schoonmaken. Soms wel fijn om even dingen schoon te maken. Soms wel, niet altijd. Kijk, in deze tijd kan ik... Ik heb al iets in mijn hoofd wat ik wil hebben, maar ik ben er nog niet over uit. Dus okay. Wacht ik daar nog even mee. Helemaal. Dat uit te spreken. Prima. Je wil graag een Range over natuurlijk. Het liefst wel, ja. En een BMW. Ja, die van Alex. Ja, helemaal goed. Zo, naar de speelgoedwinkel gaan we eentje voor je kopen. Toch een BMW. Zo. Het ziet eruit als iemand die heel veel moeite heeft gehad op de wc. Maar het ruikt ook nog, maar niet naar dat gelukkig.
Wat nou weer? Zo ziet het er toch uit? Kijk hier. Ba. Ba. Chocolade pinda pasta. Ja, cacao pinda pasta. Oh, heerlijk dit. Geweldig. Ja, nou zo ziet het er toch uit? Ja, als jij het zegt. Even een griebel aan mijn achterste. Kijk hier. Lekker, hè? Hapje? Gadverdamme. Het is gewoon chocola met pindapasta. Dan vind je gadverdamme. Moet ik weggooien dan? Nee. Hapje? Schat, klaar. Dus stop daarmee, schat. Alsjeblieft. Please. Gewoon maar. Als je ergens griebel hebt, wat dan? Kan toch? Kan dat? Dus ik kan niet dat ik kom. Wist ik nog niet. Dat niet. Nee. Dat is nou echt, nou echt gewoon nieuw voor mij. Dat het kan. Ja. Ken je die moppen van die man met het lepeltje? Huh? Ken je die moppen van die man met het lepeltje? Nee, die ken ik ook nog niet. Nou, gelukkig maar. Nou, oké. Dat is mooi. Nou, er was een man. Die ging naar een restaurant toe. En die had wat eten besteld. En op een bepaald moment ziet hij dus een haar in zijn soep liggen. Ah, bah! Ja, dat zei hij dus ook van over. Van haar in mijn soep. Oh, zeg maar. Dus die ober pakt uit zijn zak een lepeltje, haalt er die keurig netjes die haar eruit, ja. En doet die weg en nou, eet hij verder smakelijk. Oké. Okay. Nou, zegt hij, van, dat is handig, zegt die man. Ja, ja. Ja, nou, helemaal goed. Nou, dit maar, is... Maar mag ik u nog wat vragen? Ik zie dat u een draadje bij uw gulp heeft hangen. Ja, ja. Ja, zegt hij, van als ik naar de wc moet, dan moet ik zo de gulp open. Dat draadje zit aan mijn ding vast. Ja. Ik ga het zo eruit trekken. Ja. Ik zal weer mijn voeg doen. Mm-hmm. Oh, zegt hij, dat is handig. Oké. Okay. Nou, hoe krijg ik dan weer terug? Ja, zeg, daar heb ik mijn lepeltje voor. Wauw. Nou, deze heb ik dus nu net helemaal schoongemaakt. Check dit nog eventjes. Ja. Check deze. Check deze. En deze. Nou, dan laat ik jullie zo meteen wel zien als het helemaal klaar is. Yes. Joep. Jippe de peppie de poepie de pappie de prop. Yes, ah, ik lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten en dat ga ik ook doen. Dus, vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren, duimpje omhoog, belletje aan en even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.